Kijk, Mo, jongens, zeg maar Mo. Ik heb hier opnieuw Mo. Want deze heb ik dus natuurlijk al een keer gedaan. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben in Germany, in Duitsland. En ik ben op een shoot voor About You. Dat gaat binnenkort in Nederland lanceren. En daar schiet ik vandaag een campagne van voor de website. De make-up is net gedaan en let's go! En ik heb lekker mijn vintage trui aan. En nu gaan we beginnen met de styling. Ik heb de derde look aan van vandaag. Hoe leuk is deze jurk? Ik zal even een linkje voor jullie zoeken. Als deze jurk al uit is en hem hieronder posten. Want ik ga ook stiekem vragen of ik hem mag houden. Because I love it. Deze vents zijn ook cute. Dus laten we gaan. Kijk, zo ziet het er weer uit. Hallo! Hey! And we have a very cute dog. Bossa! Mooi, ik had het al in de vlog gezegd van dat ik een linkje ging posten. Die wil jij zeker ook wel. Beautiful. I love this dress. Yes, yes. I love this. Is it online already? No, that's not online yet. I just said like I was gonna post the link. Maar doe ik als die uit is. Want hij is echt super. Hij is ook zo leuk dat hij zeg maar met die flare te sleeve zit. Oké, we hebben nu 8 looks gedaan. We hebben er nog 10 te gaan. Echt gaar. Maar we gaan lunchen. Dat ging wel. En ze hebben salades besteld. Iedereen hier is vegetarisch. Wat er heel goed is. Ik heb zo'n honger. This one is for me? Yeah, it's the same. Lekker eten. Oh, this is sorry. I didn't see this one. Oh, dat ziet er wel lekker uit. Ja. En dit is heel goed. En it's a wrap. Zijn we klaar met shooten? We hebben 20 looks gedaan. Zo. Ik ga erop omkleden in die hitte, want het is 27 graden. En we gaan nu naar Amsterdam rijden, dus let's go. Nou, we zitten in de auto. Anything else? Het regent heel hard. No, I think that's drive. It. Lekker mekkie eten. Thank you. Wat heb jij besteld? Ik heb gewoon een normale hamburger. Ik heb het lekkerste met frietjes. Shit, ik ben mayonaise vergeten. Oh my god, nee, ik kan mij niet pakken. Ik vind dus hier in de Mac de cola dus lekker, zo lekker smaken. Ik had hier zo zin in cola, maar ik weet dus niet wat het is. Waarom het hier uit die beker zo lekker is. Omdat het nep cola is. Echt? Dat is nep cola. Dat wil het allemaal uit zo'n dingetje. Zo lekker. Vind je? Ik vind het veel te sparkelen. Ja, ik hou echt van sparkling en zooi. Ja, nee, ik niet. Wil je cola dan? Nee, maar ik vroeg me gewoon af hoe dat kan, dat dat zo lekker is. Ik heb de verkeerde keuze gemaakt, denk ik. Ja, ik denk dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt. Ik heb echt een kindermenu nu. Ja, die grote burgers, die dubbelen, zijn altijd wel lekkerder. Er zit wat meer sla en wat meer dingen in. Misschien kan ik er nog omwisselen? Nee. We moeten nog een rondje maken. Ja. Nee, ik denk niet dat... Nee? Wij zijn bijna thuis. Best wel snel gedaan. Yes. Eerlijk. 10:30. Hamburg is 4 uur rijden, maar je kan het ook wel 3,5 doen als je geen verkeer tegen je hebt. Zoals wij echt continu gehad hebben. Yes. Maar het was oké. Okay. Toch? Is je meegevallen? Jawel, hè? Ja. Vond ook wel meevallen. Het scheelt wel als je wakker bent. Als jij wakker bent. Ja, dat is zo kut als iemand slaat. Maar ik kon echt fysiek niet anders. Het was heel onmogelijk voor mij wakker te blijven op de heenweg. Maar dat is wel zo. Maar ik vind het wel echt wel een oké afstand om te doen. Ja. En ik vind het lekker dat ik dan morgen in mijn eigen huis wakker word en naar mijn eigen bed lekker kan. In plaats van dat we morgenochtend moeten vliegen. Nee. Dan moet je ook weer toch weer naar het vliegveld. Uber, wachten daar, incheck, security checks. We hadden gewoon letterlijk de koffers lekker in de auto geflikkerd en zijn wel gewoon... Roadworks. Wat zegt hij? Roadworks. Maar dat is volgens mij de hele weg al zo in Nederland. Yes. Dus ik ga lekker naar huis. Sander is er, die gaat werken. Olly slaapt. Die gaan we morgenochtend zien. Ik heb zo'n leuk filmpje van Olly dat ze friet deed. Die ga ik hier nu laten zien. Kom even hier, dat is een beetje veel mayonaise, Olivia. O,
Olivia, vind je dat lekker? Hey guys, het is donderdag en ik ben gisteren teruggekomen uit Hamburg. Het is aan het eind van de middag alweer. Maar ik voel me echt, ik heb Olivia nog naar de crash gebracht en ik ben 's middags in bed weer gaan liggen. Want ik voel me totaal niet lekker. Ik ben echt super misselijk. En echt. Ik voel me echt niet lekker. Maar ik ga Olivia niet verhalen op de crash en boodschappen doen. En dan kopen. Yay! We hebben 50k gehaald op YouTube. Super fijn. Ik lig in bed met een mooie puistencreme op mijn gezicht. En Sander en ik zijn weer in hetzelfde huis. Volgende week zien we elkaar echt zo lang niet. Dat vind ik niet leuk. Sander gaat dan naar Toronto en New York. En ik naar Parijs. Maandagochtend naar Parijs. Maar ik wil jullie wel eventjes heel erg bedanken. Allemaal die gesubscribed hebben. Dat vinden wij heel leuk. Ja, echt super leuk. Echt een beetje een mijlpaal. Ik ben nooit echt met nummers bezig, maar ik vind het wel echt heel cool. En, we hebben een dansje gedaan. We hebben een dansje gedaan? Een liefdesdans. Ik heb gezongen over 40.000. 40.000. Ja. Ik moet even een leuke giveaway bedenken, want dat vind ik al leuk op dit moment. Verder ligt mijn bed. Ik ben de hele dag kotsmisselijk geweest. Ik heb vooral zure matten gegeten en cola gedronken. Maar je bent niet zwanger. En ik ben niet zwanger, want ik heb een zwangerschapstest gedaan. Als we nu over hebben, word ik weer dus misselijk. Het is zo'n naar gevoel. Gisteren wel bij de McDonald's gegeten. Dat weten jullie trouwens. Maar I don't know what it is. Ik ga slapen en ik hoop dat het morgen... Misschien te weinig slaap. Dat kan. Ik hoop dat het morgenochtend over is. Heb jij nog iets toe te voegen? Aan dit verhaal. Eet meer ontbijtkoek. Eet meer ontbijtkoek. Ik kan nergens aan eten, denk ik. Maar ik ga lekker slapen. En Sander ook. En dan zien we jullie morgenochtend. Ik ga helemaal niet slapen. Ik wel. Ik ga Kimmy Smit kijken. Wil je meekijken, please? Het is zo grappig. Oké. Okay. Oh, en onze broer. Brother is in the house. Superleuk. Mijn broer slaapt hier. Ja, maar die zijn er morgen dus allebei. En morgen komt Sanders broer ook slapen. Dus dat is super gezellig. En voor jou, eindelijk man in huis. Dat is ook wel iets nieuws. Dat sowieso. En, ik hoop niet dat je te zelfverzekerd wordt ik ervan. Ik ben mezelf mentaal aan het voorbereiden. Oké, twee dingen. Ja. Ik ben mezelf mentaal aan het voorbereiden op elke dag vloggen. Oh ja, we gaan elke dag vloggen. Ik maak deze vlog af en dan vanaf maandag. Dus vanaf morgen, als jullie dit zien. Elke dag. Elke dag, maand lang. Maar, we gaan het vlog summer noemen. Dat had jij bedacht, toch? Nou, volgens mij had ik gezegd flummer. I know what you did last flummer. Dat is basically wat ik gezegd heb. Vlog summer. Nee, I know what you did ik last flummer. Ik heb er wel zin in. We gaan echt leuke dingen doen. 30 days with a vlogger. Dat kan gewoon een film zijn met Jack Black en met Will Ferrell. My life as a vlogger. Vlogger. Ja. Maar ik wou iets anders zeggen. Ik wou zeggen dat ik me daarop aan het voorbereiden ben. Mentaal. En it's gonna be a journey, man. It's gonna be a journey. Komt helemaal goed. De maan is echt prachtig. Yeah, so let's do it. Get ready. Sorry, wat zei je nou? De maan is echt prachtig? Ja, niet normaal. Dat komt helemaal goed. De maan is echt prachtig. Ik zeg soms dingen door elkaar. Maar we gaan slaapje doen. We zien jullie morgen. Good morning. Het is 11:30. En ik heb net even geslapen tijdens Olly de ochtendslaapje. Maar ze is terecht overeind. En het is donderdag. En ik ga me even snel aankleden. Ik heb Olly vandaag. Ik ga alleen wel tennissen met mijn moeder. Daar heb ik super veel zin in. En ik moet een beetje werken. Maar toch gezellig dat ik lekker Olly iets meer zie vandaag. Jongens, ik heb zo'n slechte huid. Van, ik was op die shoot in Hamburg. En zij ging mijn huid reinigen voordat ze mijn make-up op ging doen. En ze had een of ander spul. En dat brandde in mijn huid. En echt, mijn hele huid werd rood. Dus ik zei, volgens mij is hier heel veel alcohol in. Toen zei ze van, nee, ik doe dit werk al 10 jaar. Toen dacht ik, ja, maar mijn hele huid brandt zeg maar weg. En ik zit nu ook echt helemaal onder alle plekken. Het is hier nog steeds ook rood. Hier brandde mijn hele huid weg toen ze dat deed. Het spul erop deed. Maar goed, ik ga me even snel aankleden. En Olly zo meteen het bed pakken. Hey, slaapkoepie. Ga je naar Bibi's kamer toe? Kom, zullen we naar beneden? Kom, we gaan koffie drinken. Oh. Olivia,
Dat is balen. Ja. Oké, okay. Look what happened. Hele scherm kapot. Zit je zo'n mooi alleen een boekje te lezen op de bank? Was ik jou kwijt, zit je gewoon hier een boekje te lezen. Hoi. Wil je aan het voorlezen? Ik ben op de tennis aangekomen met Mo. En we hebben weer les van Roel. Dus ik ben benieuwd. Mo heeft vandaag al gesport. Zal ik echt mijn vet Roel. Ja, ik dacht al, wat is dat voor een foto? Echt respectloos. Ik ben weer terug van de tennis. En Olivia heeft heel veel praatjes. En ik heb allemaal leuke boekjes gekocht. Hoe kunnen we DJ's? Oh ja. Modi was ook natuurlijk mee aan tennissen. En Sander is ook gezellig. En mijn broer en Sanders broer. Ja. Ja, dat is leuk hè, Ol. Waar is nou jouw blokje kaas? Is dat die van haar die daar ligt? Ja. Maar die wilde niet meer. Maar kijk, Mo, jongens, zeg maar Mo. Mo. Want deze heb ik dus natuurlijk al een keer gedaan. Wat heb je? Oh, I love you. Ik kom er dus achter dat Olly rechtshandig is. Want ze is zelf aan het eten en eet altijd alleen maar met de techniek moet zijn. Met de rechterhand. Is het wat? Ik ben er nog nooit geweest. Ja, hartstikke leuk. Leuk. Leuk, gewoon lekker doen. En Monica probeert altijd het eten te stelen van Olivia. Dus dat is wel goed. Ja. Go away from my food. Het is zo lekker. Ja, ik denk dat Hans zo meteen wat ik doe. We leggen het bak laten hieronder. Ja, je had even een huisje. Dank je. Zo lief dat je deelt. Maar die frieten moeten eerst eruit. Met ons zijn jullie nog buiten. Ik vind dat het best wel goed gaat. Het gaat super goed. Je eet is een baas. Ze snapt echt dat ze zo moet scheppen. Ja. Hey guys, ik was gisteren helemaal vergeten mijn vlog af te sluiten. Maar ik ga nu een nieuw beginnen, want het is vlak summer. Vandaag de eerste dag, elke dag vloggen. Dus deze vlog komt zondag online. Maandag, Ik heb er zo'n zin in. Zo'n zin in. Elke dag. Vanaf morgen, elke dag een vlog. Subscribe, zodat je niks mist. En dan zie ik jullie morgen.